Een uiteengerukt oorlogsmonument. Een krijgslustige generaal met één oog. En de beste Vitesse-speler van de 20e eeuw. Dat en meer in een ode aan onze doden. Kom, laten we dansen. Je leven als het allerlaatste uur. Inmiddels zijn we alweer toe aan de vierde aflevering van een ode aan onze doden. En eerlijk gezegd dacht ik in het begin, ja, we gaan een programma maken over dood, veel begraafplaatsen. Dat is vast heel verdrietig. Maar tot nu toe heb ik vooral het gevoel dat we het leven ook vieren, dat we het leven vertellen van prachtige Gelderlanders die er helaas niet meer zijn. En vandaag doe ik dat vanaf begraafplaats Moskowa. Tegenwoordig heet het eigenlijk een begraafpark. Maar begraafplaats vind ik toch eigenlijk mooier. Begraafplaats Moskowa hier in Arnhem is aangelegd in 1876... Dan kun je je afvragen van hoe komt zo'n begraafplaats nou aan de naam Moskowa? Nou, dat heeft te maken met de naam van een boerderij die hier lag. En die boerderij had die naam. En de baron van wie die boerderij was, die had gevochten onder Napoleon. Die had grote veldtochten voor hem gedaan en was ook bij Moskou gekomen. Moskowa, Moskou. Inmiddels is het park enorm gegroeid, 34 hectare groot. Er zijn 20.000 graven en ja, die worden natuurlijk ook af en toe geruimd. Dus je moet je voorstellen dat hier denk ik wel 50.000 mensen hun laatste rustplaats hebben gevonden. Ik heb hier een portret van een belangrijke man uit de 19e eeuw. Je ziet het aan hem, enorm veel onderscheidingen op zijn legeruniform. En dit is Karel van der Heijden. Hij was geboren als bastaardzoon in 1826. Maar zijn vader, een adellijke heer, wilde hem niet erkennen. Zijn moeder was een Indische vrouw. En later, toen hij het goed deed in het leger en generaal werd, had zijn vader zich bedacht. Maar toen hoefde het van Karel niet meer. Karel was een meedogenloze man. Hij vocht in Nederlands-Indië en paste ook de tactiek der verschroeide aarde toe. Platgebrande dorpen, van alles wat. En tijdens een van de felle Atjeh-oorlogen verloor hij zijn linkeroog. En vanaf dat moment kreeg hij een bijnaam, namelijk Kareltje Eénoog. En hier ligt hij. Ergens, dit is een familiegraf, denk ik, want er staan heel veel namen op. Even kijken. Luitenant-generaal, ja. Karel. Oh, dit lezen? Karel van der Heijden. Ja, vandaag de dag zou zo'n man misschien vervolgd worden voor oorlogsmisdaden. Maar in zijn tijd was hij echt een held. Met alle onderscheidingen van dien. Aan de rand van Moskowa ligt een man begraven die heel veel betekend heeft voor de Arnhemse jeugd. Want als ik zeg ome Joop Stoer, dan zijn er heel wat Arnhemmers die terugdenken aan een nostalgische fietstocht in hun prille jeugd. Ome Joop Legerstee, die begon ermee in 1950. Arnhem was plat gebombardeerd. Er was niks te doen voor de Arnhemse jeugd. En juist voor die kinderen uit gezinnen die geen geld hadden om ooit op vakantie te gaan, organiseerde hij de belangrijke fietstocht die nu nog steeds georganiseerd wordt. Hij overleed in 1972 op 48-jarige leeftijd. De leeftijd die zoon Marcel nu heeft. Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen. Ja. Kom jij nog vaker hier bij het graf? Ja. Ieder weekend ben ik even een bezoekje bij oom Joop, tante Iet en mijn zus Marijke en mevrouw Ilse, die afgelopen jaar ook is overleden. En dan sta ik wel stil bij wat die man eigenlijk allemaal wel heeft betekend voor de samenleving. Jij noemt hem, dat vind ik bijzonder, ome Joop, maar het is niet papa. Nee, papa, het is of is het ome Joop, ome Joop, allebei. Yeah. Ome Joop is, dat is zijn naam, die man is zo bijzonder voor mij. Marcel Legerstee heeft het werk van zijn vader voortgezet. Het zenuwcentrum van de hele organisatie is een grote bus die de politie Gelderland Midden aan ome Joop Stoer heeft geschonken. Voor een aantal jaren geleden hebben wij de bus voor onze stichting geschonken gekregen. En fantastisch. Ja, dan heb je een bus
En dan heb je een heel kantoor op wielen en dan ga je je creativiteit laten gaan. En, dit is hem, hè? Hier staat hij. Ome Joop komt overal weer terug in beeld. En de legendarische Ome Joop. Ja, hier zit heel veel historie achter in deze bus. Dit is schokkelijk. De truien, hoe dat anno 2010 gaat. De regenboogtrui, de groene trui, de bolletjestrui. En iedereen draagt gewoon ook gewoon een tenue, zeg maar. Ja, de kinderen worden allemaal gesponsord door het bedrijfsleven. Wat voor vader was hij? Als kind ben ik in de jeugdronde opgegroeid en dan heb je dat meegekregen en met de paplepel ingegoten gekregen. En dan denk ik, wat doet die man allemaal? Wat betekent hij voor de samenleving? En ja, zijn genen zit ook in mijn genen en dat probeer ik nu een beetje voor te zetten. Ik heb een soort missie en ik kijk af en toe naar boven en dan denk ik, pa, wat heb je allemaal veroorzaakt? Maar aan de andere kant krijg je zoveel warmte en liefde van mensen terug. Want Ome Joop, agent van Veldhoven, al die mensen die vroeger na de oorlog, de kinderen van de straat, dat waren helden in de jaren na de oorlog. En waarom zette Ome Joop zich nou juist in voor die straatschoffies van Arnhem? Straks meer. Herinnert u zich de naam Charlie Bosveld nog? Voetballer? Ooit uitgeroepen tot de beste Vitesse-speler van de 20e eeuw. Maar helaas veel en veel te jong gestorven. Hij moet hier ergens liggen. Ja, kijk. Dit is zijn graf. 1941, 1998. En zijn vrouw is ook niet heel oud geworden. Die is gestorven in 2006. En weet je waarom die nou Charlie heette? Dat is wel grappig. Hij had een beetje een gek loopje. Hij had schoenmaat 47. En liep een beetje als Charlie Chaplin. Hele lieve, zorgzame vader. Een vader die thuis totaal anders was dan op het voetbalveld. Echt heel verschillend. Ja, echt, als ik aan mijn vader denk, alleen maar een warm gevoel. Hele lieve man. Ja. Super jeugd gehad. Ja. Absoluut. Ja, ik kon het met hem lachen, maar ik voelde me ook altijd heel vertrouwd. Als mijn vader bij mij in de buurt was, dan voelde ik me vertrouwd. Ja, hij bemoeide zich nooit zo echt met het huis, met de huishouding. Dat regelde en deed mijn moeder allemaal wel. Maar hij was natuurlijk vaak weg en onderweg. Vertrok 's morgens vroeg, kwam 's avonds laat thuis eigenlijk. Ja. Maar als je hem nodig had, dan was hij er ook altijd. Ja, en dat was gewoon altijd super, ja. Maar hij begon 's morgens altijd voor iedereen ontbijt op bed. Ja. Altijd, iedere dag. Voor mijn moeder, voor Diana, voor mij, ja. Altijd ontbijt op bed. En dan ging hij naar beneden, dan aten wij boven. En hij deed dan de honden verzorgen en de kat en alle beesten, zeg maar. En dan ging hij met een bakje vla altijd voor de tv zitten. En naar de Bold en de Beautiful keek hij. En dan zei hij, nee, niet dat ik dat leuk vind, hoor, zei hij altijd. Maar hij keek er iedere ochtend standaard met zijn bak vla naar de Bold en de Beautiful. En dan, dan vertrok hij langzamerhand naar de zaak toe, hè. Ja. Zo ging dat. Oh, jonge gezichtjes nog. Ja. Oh, deze is wel heel oud. Ja, wat staat erop? Het is echt jong. Och, kijk. Oh ja, een Vergentstraat. Ach. Ja. Kijk nou, dan ja. En mijn moeder die was gewoon vader en moeder tegelijk. Ja. Die vulde alles op. Dat was gewoon zo. Ja. En inderdaad, wat ik al aangaf, is dat als ze er moest zijn, dan was hij er ook. Ja. Op de belangrijke momenten was hij er altijd. Dus als er voor ons iets op school was, was hij er. Met sporten was hij er. Dus ja, dan mis je het niet zo. Ik weet wel, toen mijn moeder ziek werd, toen gingen ze wel in één keer meer echt samen dingen doen. Gingen die in één keer meer genieten van de natuur. Ja. Gingen ze in één keer boswandelingen maken, wat ze nooit hadden gedaan. Toen mijn moeder ziek werd, wat leek wel een beetje een ommekeer voor mijn vader. Ja, ik denk ze ook een beetje geopend werden. Ja. Toen van, ik heb te weinig genoten, te weinig. Ik ben altijd alleen maar inderdaad met dat balletje bezig geweest.
Maar ja, goed, kort daarna stierf hij natuurlijk zelf, dus... Nou ja, ja. Hij had ook gehoopt natuurlijk dat ik je opa zou worden. En dat heeft hij helaas niet meegemaakt met haar kinderen. En dat is wel heel jammer. En vooral ook omdat de jongste zoveel op hem lijkt. Dat had hij geweldig gevonden. Je hebt geen thuisgrond meer. En mijn vader was natuurlijk wel altijd onze steun en toeverlaat. Ja, ik geloof in al die jaren dat hij overleden is... is er nooit één dag voorbij gegaan dat ik niet aan hem gedacht heb. Nog nooit. De topvoetballer Charlie Bosveld was een geweldige vader voor zijn twee dochters. Op het veld zag je ook een andere kant van Charlie. Daarover straks meer. Oude graven. Kijk hier, die prachtige steen. Daar ligt Gijsbert Jan Jacobs van den Hof. Gijs. 1889 werd hij geboren en hij stierf in 1965. En hij was een bakkerszoon, maar hij had een heel groot ander talent. Hij wilde namelijk beeldhouwer worden en hij heeft zich dat helemaal zelf aangeleerd. En hij heeft de prachtigste werken gemaakt. Maar de kroon op zijn werk, die kwam pas na de oorlog. Want toen kreeg hij de vraag van de gemeente Arnhem om een beeld te ontwerpen... waarin hij eer zou betonen aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in de stad Arnhem. En dat beeld, dat maakte hij ook. Dat werd onthuld... op de herdenking van de Slag om Arnhem op 17 september 1953. En dat werd onthuld niet door de minsten. Namelijk door koningin Juliana. De stad Arnhem, in 1944 het gevechtsterrein van de 1e Britse luchtlandingsdivisie... is de gevolgen van de oorlog grotendeels te boven gekomen. Maar de grote of Sint-Eusebiuskerk verkeert nog steeds in een toestand van langzaam herstel. Ter gelegenheid van de herdenking van de Slag om Arnhem... bracht de koningin een bezoek aan deze kerk... om een overzicht te krijgen van de restauratiewerkzaamheden. Op dezelfde dag onthulde de koningin onder zeer grote belangstelling op het plein voor de kerk een gedenkteken. De in brons uitgevoerde hoofdfiguur van dit monument stelt een man voor die zich tegen het geweld van de oorlog probeert te beschermen. Het zinvolle kunstwerk is opgericht ter nagedachtenis van de Britse luchtlandingssoldaten en de vele Arnhemmers die in de strijd om de bevrijding het leven lieten. Het is een schepping van de Arnhemse beeldhouwer Gijs Jacobs van den Hof. Er werden vele kransen gelegd, onder andere door generaal Urquhart, de voormalige commandant van de Britse luchtlandingsdivisie. En tegenwoordig ziet het er heel anders uit. Kijk, dit is het beeld zoals het nu is. Want begin jaren 70 vond de gemeente dat het allemaal te groot was voor die plek op het plein. En ze hebben het helemaal ontmanteld. Het beeld is dus nu dit. De enorme sokkel waar het brons doorheen was gesijpeld, wat ook al niet mooi meer was, dat is weggegaan. Pegasusrelief heeft een plek gekregen op het Airborneplein. En dan waren er nog de vier pleuranten die de hoeken van de sokkel stonden. Dat zijn deze. En na omzwervingen, eerst in het depot en daarna omzwervingen, zijn ze uiteindelijk op deze plek terechtgekomen op Moskowa. Dichtbij hun maker. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, u bent nog bezig met de bloemen. Ja, ik ben... Ja, oh, wat maakt u dat mooi. Ja. Dat helemaal zelf. Ja. Mijn moeder heeft hier een graf. En daar hebben we water in gedaan. Omdat zij veel van water hield. Ja. En dan maak ik meestal een kransje wat het in kan drijven. Nou, wat bijzonder. Ja. Waar is dat graf? Is dat hier? Dat is hier om het hoekje. Ja, mijn moeder hield veel van water. Ze woonde ook aan het water. En wij gingen als kind altijd mee met dat vissen in een bootje en naar de Oude IJssel. Ja. En als kind ging zij ook vaak met de broers bij de mannen. Dus u bent ook een beetje opgegroeid met het water? Ja. Door haar? Ja. Eigenlijk. Maar ik hou niet van vissen. Oh. Dus, niet alles is genetisch bepaald, hè? Nee. Maar vandaar dachten we dat het een leuk idee was om haar een watergraf te geven. Maar we wisten ook wel dat je daardoor veel er naartoe zou moeten. Kijk, dit is het. Dit is het. Nou ja, zeg. Ja. Wat voor vrouw was het? Behalve dat ze van water hield? Vrolijk. Vrolijke vrouw. Die niet van gedoe hield en gezanig. En een beetje... Ja. Hoe moet ik zeggen? Ja, kan er het best... Ongecompliceerd? Ongecompliceerd. En een beetje schik maken en een beetje leuk de dingen oppakken. En, Klinkt als een leuke moeder. Ja. U heeft goed contact gehad met haar. Jawel, ja. Ja. Ja.
Nou, dat hebben lang niet alle mensen, nee, toch? Nee, dat is ook zo. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Ja. Maar we hebben wel verschillende keren op punt gestaan om er toch grond in te doen. Omdat het, als het warm is, is het echt zo erg vies, hè? Dan is het echt zo onaangenaam. Maar waarom heeft u nou toch besloten om het zo te laten? Nou, we waren dus hier het leeg aan het halen. Toen kwam er een mevrouw in een rolstoel met een hond. En die hond die bleef al helemaal zo staan. Van, wat zijn jullie aan het doen? Die ging hier dus kennelijk altijd drinken. Ja. En toen vroeg die mevrouw, wat doen jullie? Toen zei we maken het leeg en dan gaan we er misschien grond in doen. En toen zei ze, ah nee, want het is zo leuk. Ik kom hier altijd 's morgens vroeg. En dan is het hier vol vogeltjes. En ja, het is echt een drinkplaatsje voor beestjes. Wat zou uw moeder er nou van gevonden hebben als ze het zo zou kunnen zien? Nou, die lacht zich ontzettend 3 keer in de ronde. Want ze vond het ook altijd heel leuk als je dingen deed voor haar. Maar ik denk ook doordat dat zo gebeurde van, met die mevrouw in die rolstoel. Toen zeiden we, nee, we houden toch gewoon water. Ik vind het ook wel een heel leuk idee. Ja. In de jaren na de oorlog bedenkt ome Joop Legerstee bezigheden om de kansarme Arnhemse jeugd te vermaken. Ik vraag zijn zoon Marcel waarom dat nou zo belangrijk voor zijn vader was. Als we nou even helemaal teruggaan, hè, naar 1950. Wat bracht hem nou op het idee om dit hiermee te beginnen? In de wederopbouwjaren van Arnhem begon. Toen Arnhem platgebombardeerd was, de Duitsers waren uit Arnhem uit. En toen liepen de jongetjes tussen landmijnen te vervelen. En dat vond ome Joop veel te gevaarlijk. En toen heb je een bal gepakt en zei, jongens, we gaan voetballen op het Ronde Weidje. En daar is toen de Olympische Spelen ontstaan, de straatolympiades. Want dat deed hij ook, niet alleen die ome Joop stoer. Nee. Agent van Veldhoven was ook een, die had heel veel steun aan en die hield toezicht. En ome Joop die hielp Die hielp hem erbij. Ja, ja. En zo is het allemaal. Maar die eerste tour, dat was de eerste keer dat ze met fietsen wat gingen doen. Ik kan me nog herinneren van verhalen van mijn moedernacht. Dat ze op een hele mooie zondag op de postbank zaten van de natuur te genieten. En toen zag hij wat jongetjes van die bult afrezen. En toen is bij hem het spontane idee gekomen van daar moet ik wat mee gaan doen. En zo is toen de Ronde van Gelderland ontstaan. En ja, die naam is een aantal keer gewijzigd in de Tour de Frats. Tour de Frans, Fratsen uithalen. Ja. En dat is nog aan in die naoorlogse jaren. En toen kreeg mijn vader het idee van, er moet nog een tour komen. Toen kwam de Tour de Verenigde Naties riep je het leven. Jouw vader begon eigenlijk met de Ronde van Gelderland. Het werd weer iets anders. En uiteindelijk heette het ome Joop stoer. Klopt. Altijd beginnen in Arnhem. Ja. En 10 dagen lang rijden met die kinderen langs allerlei plekken. Ja, het was vroeger op boerderijen slapen, onderweg. Broden, hompen snijden. Zo ging het allemaal vroeger heel improviseren. Toen had je geen luxe. Oude Solex ging mijn vader voor op de tourcaravaan. Geen bus als deze? Geen bus. Nee. Geen geluidsapparatuur. Het was allemaal heel improviseren. En het ging altijd goed met allemaal al die goed, kinderen? Altijd goed. Ongelooflijk, hè? Een hele ervaring dat er een stal werd vrijgemaakt om in te mogen slapen met de jongens. Dat vergeten ze nooit meer van hun leven. Hoe is jouw vader overleden? Wat was er aan de hand? Mijn vader, kan ik herinneren, die kreeg, doordat hij veel rookte, kreeg toen een bult en hij is aan longkanker overleden. Wat heb jij geleerd van je vader? Dat ik nu een stukje aan mezelf moet gaan denken. Dat ome Joop dat nooit gedaan heeft. En die was ook, net zoals ik, die dreef maar door. Die ging maar door. Hij was 48 en hij ging. Hij ging. En jij denkt nu wat meer aan jezelf. Dat... En je gaat nog niet, hè? Nee, ik hoop het nog niet. Nee, ik ben hier ieder weekend en dan sta ik met mijn vader, met mijn moeder, Marijke en mijn vrouw Ilse te praten. Denk, ja. Soms denk ik het leven. Wat is het leven? Ja. Het kan zo voorbij zijn. En daar maak ik me dan wel zorgen om. Dat ik eens moet nadenken dat ik niet zo door moet gaan zoals ome Joop. Want die is niet oud geworden. Zoals je wel kunt zien is dit het oudere gedeelte van Moskowa.
En hier ligt onder andere Dirk Troelstra begraven. Als u een rood kloppend hart heeft, dan weet u, de naam Troelstra is verbonden met de Partij van de Arbeid. Want daarvoor had je de SDAP en de broer van Dirk Troelstra, Pieter Jellis, was medeoprichter en leider van die partij. Nou, Dirk Troelstra had zelf ook een socialistisch hart. Hij schreef gedichten en socialistische strijdliederen. En die werden ook uitgegeven in een boek. En helaas had Dirk niet zo'n hele goede gezondheid. Dus toen hij in een kuuroord in Italië zat, toen besloot hij, ik wil terug naar Nederland, ik wil eigenlijk naar Friesland om daar te kunnen sterven. En hij reisde en strandde in Arnhem. Nou, hij is niet verder gekomen. Kijken of ik het hier nog een beetje leesbaar kan maken. Aan Dirk Troelstra, onze dichter. Hij stierf in 1902, was 32 jaar oud. 16 mei 1902 werd hij hier op Moskowa begraven. In het bijzijn van ongeveer de hele SDAP-afdeling van Arnhem. Het zag werkelijk zwart van de mensen. En hier, SDAP. Het staat er nog in en als je heel goed kijkt, zie je zelfs nog een klein beetje rood. Want ja, dat was de SDAP. In 1976 rammelde Vitesse onder leiding van Charlie Bosveld weer aan de poort van de Eredivisie. Als het om kinderen of dieren gaat, is Charlie Bosveld een zachtaardige man. Maar op het veld zien we een andere kant van hem. Hij gaat ver. Hij eist veel van zichzelf. En zeker ook van zijn medespelers. En dan heb ik mijn documenten allemaal van mijn sport allemaal, wat ik met Henk Charlie Bosveld opgebouwd heb. Ik geloof het wel dat het hier... Kijk, misschien als het goed is loopt hij hier ook. Kijk, dan waren we periodekampioen. Herman Veenendaal zit er nog bij Joop. Had je Mellert en Joopje Hezen. Kijk, dat was gewoon onder elkaar. Een team was, je deed alles voor elkaar. Henk is gewoon en hij deed wel eens een beweging dat iedereen dacht, nou, hij neemt de vrije trap, nam hem niet, dan liep hij eromheen. En dan, ja, dan dacht iedereen, hé, wat is dat, wat doet hij nou, wat is dat? Maar hij was gewoon apart, hij had gewoon aparte bewegingen en al aparte dingen, die ervaring had hij gewoon. En daarom is Henk ook zo hoog gekomen eigenlijk. Hij was gewoon een goede voetballer, we spaten jaren heel goed gevoetbald met die jongens allemaal. En dan probeer je die bij ons over te brengen, maar ja, wij zaten in de eerste divisie en dan is dat wel Eredivisie of Eerste Divisie. Er zit wel een groot verschil in. En vooral als je allemaal moet werken overdags. En dat kon Henk eigenlijk in het begin niet zo. Ja, dan wou hij aan ons overbrengen dat we harder moesten worden. En ja, zo was hij. Het ging wel op de goede manier. Maar er moet wel wat gebeuren. Henk was een man die kon een beetje sensatie maken. Een geintje met de scheidsrechter en met de andere spelers. En als iets was, als ze ons iets deden, dan ging hij er naartoe als aanvoerder. Dan zegt hij tegen de scheidsrechter, hallo, kijk eens ook naar een ander en niet alleen naar ons. En hij was de baas, zeg maar, in ons elftal. Ik heb wel eens gezegd dat mijn vader schizofreen was. Zo. Het is echt... Ja, nee, maar... Nee, sorry, pa. Ja, sorry, pap. Maar... Nee, maar dat is zo. En als ik dan zag hoe die... Hoe hij zo verschilde qua thuis. Dat hij soms hele avonden zijn mond niet opende. Gewoon lekker rustig met zijn pantoffeltjes aan. Met een glaasje uren naar bijvoorbeeld de National Geographic kon kijken. Of wat dan ook. Die rust die hij altijd had. En dan op het voetbalveld het dak. Oh man. Ja, dan stond hij te schreeuwen. Degene die te keer. Dat dacht ik daar. Dit is compleet. Kon zo slecht tegen zijn verlies. Oh. Ja. Ja, Charlie was echt fanatiek. Hij wilde altijd graag winnen, want daar deden we het voor. En Henk zei, wat het ook is, zondag hebben we dat nodig en dan moeten we ook winnen. En dan moeten we hier op de training moeten we dat ook doen. Ja, en zo ging dat. Er was wel eens boze gezichten s'avonds na de training. Had je elkaar een blessure geschopt. Maar Charlie wilde hebben dat we moesten winnen, hoe het ook was het. Ik had een keer een hoekschop genomen. En die zijn meteen ingegaan. En daar hebben die mensen het nou nog over. Nou, hoe lang is dat geleden? Mijn vader is in 1979 gestopt met betaald voetbal. Althans bij Vitesse dan, betaald voetbal. En ja, dan praat je over 30 jaar geleden. Show your amazing grace.
grace was what I needed. Weet je wie hier ook ligt? Een bekende zanger, Ruud Eggehuizen. Maar u kent hem waarschijnlijk beter als D.C. Lewis. Hij heeft een enorme hit gehad met een stuk wat je relipop noemt, Mijn Gebed. Kijk, hier ligt hij. Ruud Eggehuizen, D.C. Lewis. Want hij was, even kijken hoe. Geboren in 1947, gestorven in 2000. Dat is ook alweer 10 jaar geleden. Toen was hij nog maar 53, dus eigenlijk hartstikke jong. En hij had echt de wens en de hoop dat hij bekend zou worden als popzanger. En toen hebben ze hem gelinkt aan een religieus liedje. En van het imago van relipopzanger is hij nooit meer afgekomen. En dat had hij wel heel erg graag gewild. In dat stuk Mijn Gebed. Ik moet eens even laten horen. Moderne techniek. Weet u het? Loop zomaar binnen hier net van mijn bed. Niet voor de priest. Oh, deze is helemaal verzakt, hè. Kijk, daar heeft ook nog een Christus op gehangen. Die is eraf. Dat is jammer. En dit dan? Moet je zien? Moeders graf. Maar welke moeder? Toen wij hier op Moskowa gingen draaien, toen ik dat hoorde, toen bedacht ik me meteen dat hier ook iemand ligt die ik ooit heb geïnterviewd. Dat is namelijk Antoon van Hoof van Burgerzoo, hier aan de overkant. En ik heb zijn zoon gebeld, Alex, want die ken ik ook. Ik ben ook een paar keer geweest voor de programma's. Want er is ook iets bijzonders aan de hand met het graf. Hij moet hier ergens liggen. Kijk. En daar zit Alex. Hoi. Dag. Wat fijn dat je kon komen. Ja. Welk graf is het nou? Hier ligt mijn vader. Heel natuurlijk graf. Ik zie geen steen. Nee, dat klopt. En dat heeft ermee te maken dat toen mijn vader overleed, vlak na zijn overlijdensdag, hadden wij eigenlijk als familie het idee opgevat om mijn vader naar huis te halen. Dus naar huis, je bedoelt naar de dierentuin. In de dierentuin? Ja. En dat idee, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Dat hebben we nagevraagd en dat heeft natuurlijk wat voeten in de aarde. Ja, dat krijg je niet binnen een week geregeld dan. Dat is niet zomaar geregeld. Dus nee. dat is de reden waarom we in ieder geval een mooie tijdelijke bedekking op het graf wilden. En hebben we er toen voor gekozen om een hele natuurlijke bedekking aan te brengen. Nee. En was het zijn wens trouwens? Weet je dat? Of wie? Daar hebben we het niet al uitgebreid over gehad. Over het naar huis komen ook niet. Dat is, op een gegeven moment is dat opkomen borrelen. Bij jullie? Bij ons, ja. Bij de andere familieleden. Maar ik kan me alleen maar indenken dat hij dat graag had gewild. Ja. Toch? Ik denk dat hij het super zou vinden. En de gedachte is trouwens dus niet alleen dat mijn vader naar het dierenpark komt, maar ook mijn grootouders en ook mijn overgrootouders. Dus het is de bedoeling om iedereen die dus directie heeft gevoerd in het park op het eigen terrein te gaan begraven. Maar daarmee zeg je ook iets over jezelf. Eigenlijk wel. Maar dat weten we pas over een hele tijd. Want ik vind wel dat als ze zoiets doen, dan vind ik ook dat naar toekomstige generaties toe, maar zeker ook nu, dat we heel duidelijk vast moeten leggen. Wil ik heel graag vastleggen. Dat op het moment dat het park niet meer in familiehanden is, dan denk ik dat het ook niet meer reëel is om daar als familie begraven te liggen. Dus daar wil ik ook wel over nadenken. Dus het heeft heel veel consequenties. Heel veel zaken om over na te denken. Dus hier ligt jouw overgrootvader. Ja. Overgrootvader en overgrootmoeder. Overgrootvader, overgrootmoeder en mijn opa. Dus hier ligt in ieder geval de eerste generatie. Want bij ons is het altijd dat de man en de vrouw doen. Dus de echtgenoten hebben altijd ook een belangrijke rol in de bedrijfsvoering. En mijn opa, tweede generatie. Maar jouw oma? Ja, mijn oma die ligt een stukje verderop. Daar, samen met haar zus en haar zwager. En dat was omdat ze hier niet meer kon of zo? Of wat? Ja, dit familiegraf had drie plekken. Dus dat zal waarschijnlijk de reden zijn. Maar dus eigenlijk, als jullie het verhuizen, dan zijn zij ook weer herenigd. Dan komen zij bij elkaar. Ja. We zijn dus helemaal achter op het park, hè? Ja, we zijn helemaal achter het safaripark. Nou. Ja, een van onze neushoorns staat hier. Apart dan? Ja, hij staat nu even apart, omdat het jong op de vlakte is. Oh. Nou, zo dicht heb ik echt zelden gezien. Ja, mooi, hè? Ja, dat is heel mooi. Ja. Maar hier komt dus geen publiek. Nee, en dat is ook de bedoeling.
De bezoekers die naar ons park komen, die komen niet op bezoek om een begraafplaats te bezoeken of een plek te zien waar iemand begraven is. Die komen voor de dieren. Is nou ongeveer hier? Zijn jullie er al helemaal ongeveer uit? Ongeveer hier aan dus het zijkant van het park. Kan jij je voorstellen dat het dan ook een heel emotioneel moment is voor jou? Heel erg. Maar ik denk niet alleen voor mij. We gaan natuurlijk ook ooms, tantes en iedereen uitnodigen. Ja, snap ik. Maar goed, ik vraag het aan jou. Ja. Nee, dat wordt een heel emotioneel moment. Ja. Dat denk ik zeker. Ja, wat ik al eerst zei, hè? Mijn vader komt weer thuis. En dat is mooi. Dit was een ode aan onze doden. Voor meer informatie kunt u naar onze website. Te bereiken via www.omroepgelderland.nl. Daar kunt u ook reacties achterlaten. Graag tot volgende week. Eten is om op te eten en niet om weg te gooien. Toch gooien we...